welkom bij deze hele bijzondere tutorial. Voor mij bijzonder. Want het is tutorial nummer 500. Ik heb er al heel veel meer, maar losse tutorials, dus geen crochet-alongs of dergelijke. Dit is de 500ste. Op de achtergrond hoor je Tommy spelen en daar zie je de staart van Doris, die is er gezellig bij. En ik heb hier een pakketje en een rammelt. Hier gaan we de 500ste tutorial mee maken. Dit pakketje komt van Caro's Atelier. De link naar het pakketje, die zet ik onder in de beschrijving. Dan kun je alles kant-en-klaar in één keer kopen. Maar uiteraard, je kunt altijd je eigen producten gebruiken. Je eigen garen, noem maar op. Kan altijd, hè. Alleen, als jij een ander soort garen gebruikt, dan weet ik echt niet hoeveel je nodig hebt en hoe groot het gaat worden en noem maar op. Maar we gaan dus een popje op een stokje gaan we haken. En met het pakket kun je er 5 haken. Er zit in garen voor het hoofdje, 5 kleurtjes voor het jurkje, kralen voor de handjes en voetjes en de stokjes waarop we het popje gaan maken. Dat zit in het pakketje. Wat je dan zelf nog even moet doen, pluk je vulling. Hoeft niet veel in hoor, want je vult alleen het hoofdje en die hoeft niet eens strak gevuld te worden. Dus pluk je vulling. Ik gebruik voor de katona haaknaald 3 mm en een steekmarkeerder. Nu zitten er in het pakketje voor het hoofdje zit een bolletje van 65 gram en dit is de Bridal White, kleur nummer 105. En dan zitten er 5 van die hele kleine mini bolletjes in, van 10 gram. Daar heb je echt genoeg aan voor het jurkje, het mutsje en het pomponnetje ook nog eens. Dus je kunt 5 verschillende maken. 5 stokjes, 20 kralen, komt helemaal goed. We gaan beginnen met het hoofdje. Dus ik leg dit opzij en ik pak de Bridal White eruit. Daar gaan we mee verder. Verder, daar gaan we mee beginnen. Nou, terwijl Wiebe lekker koffie gaat zetten, gaan wij beginnen met een magische ring. Ik heb er apart een tutorial voor, maar ik doe hem even kort voor. Staart je aan de voorkant, zoals je hand zo houdt, staart je aan jouw kant. De werkdraad draai je achter 2 vingers door naar beneden. Dan gaat hij weer omhoog en je laat hem kruisen, zodat hij aan de achterkant weer achterlangs naar beneden kan. Die draad hou ik dan even een beetje vast. Dan pak ik mijn haaknaald met het haakje naar beneden. En die gaat onder het voorste lusje door. Ik pak het achterste lusje en die trek ik eronder door. En dan draai ik hem op mijn haaknaald. Dan heb ik een lusje op mijn haaknaald. Dan pak ik die werkdraad die naar achter loopt. En die haak ik om. En dan trek ik hem door dat lusje. En dan heb je een magische ring. Je kunt alles van je vingers afhalen. Je hebt hier langs een staartje lopen, 2 draadjes en daar gaan we op haken. En we gaan 8 vaste haken. Dit is de eerste en voor mijn gemak zet ik in die eerste een steekmarkeerder. Eén. Twee, drie, ik trek even het cirkeltje wat kleiner door aan mijn staartje te trekken. Dat haakt dan net wat makkelijker. Hoeveel vaste had ik nou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 8. 8 vaste. Dan trek je aan je staartje om het cirkeltje te sluiten. Hou je steken vast, zodat die niet gaan draaien, dat ze mooi plat blijven liggen. Zo.
En je mag hem heel stevig aantrekken. Het is katoen, daar kun je best wel wat kracht op zetten, zodat het gaatje zo dicht mogelijk is. Gaan we nu de ronde niet sluiten, maar we gaan een aantal rondes één vaste in één vaste haken, zodat je een heel klein kokertje gaat krijgen. Dus steekmarkeer eruit de eerste en daar haak ik mijn eerste vaste in en ik haak gelijk over mijn staartje heen. Dit is de eerste. Zet maar neer, Wiebe. Lekker. Doe maar hier. Daar zet ik mijn steekmarkeer. Dankjewel. Daar zet ik mijn steekmarkeer erin terug. Dan weet ik dat hier mijn ronde begint. Lekker kopje koffie van Wiebe. Ha. Dit is de eerste. Even kijken hoor. En die zit in deze. Dus ik ga één steek verder. En daar haak ik nummer 2. Nummer 3, 4, 5. Ik trek nog één keer aan mijn staartje dat het cirkeltje goed dicht zit. Zie je dat? Cirkeltje goed dicht. Dit was 5. Dan hier 6. 7 en 8. Dan heb ik 8 vasten. En dan gaan we nog een keer doen. En je ziet dat hij al zo omhoog wil gaan staan. Omlaag, hoe wil je het noemen? Nog een keer. 8 vasten in het rond. Dit is de eerste. Steekmarkeerder erin. En dat blijf ik echt volhouden, want anders raak ik de weg kwijt. 1. 2. 3. 4. 5. Het gaat allemaal een beetje in de weg zitten, maar dit is dan. Zes. Zeven. En 8. Nou, als je dit nou nog 2 rondjes zo doet, hè. Gewoon 8 vasten in het rond. Markeer je eerste steek, dan weet je waar de ronde begint. 2 rondjes nog en dan kom ik bij je terug en dan kunnen we kijken of dat die hoog genoeg is. Nou, ik heb dus die 2 ronden gedaan. Ik trek even mijn lus omhoog, kan mijn naald eruit. En hoe weet je nou of dit hoog genoeg is? Wat bedoel ik daarmee? Kijk, stokje. En die moet in dit kokertje, zo. En hij zit er mooi stevig in. Zie je dat? Ik vind hem hoog genoeg. Dit wordt het kokertje in het hoofdje, zodat je het popje er makkelijk af kan halen. Volgens mij zit hier een lelijk pluisje. Ja, zo weg. Zodat je het popje straks makkelijk van het stokje af kunt halen. En er een keer een andere op zetten. Zo, het kokertje. Gaan we verder. Stokje leg ik weer weg hoor. Wil ik niet kwijtraken. Nou, ik ben even het zonnescherm dichtwezen doen. Want dat zon en schaduw op tafel is niet handig. En ik heb even een naald erbij gepakt. Voordat we verder gaan. Dat staartje wat nu door het binnenste hier zo naar buiten komt. Die ga ik even wegwerken. Nou ja, een beetje. Let op. Even de naald erop. Zo. En dan ga je van binnenuit het staartje dit, hè? Zo. Steek je hem naar buiten.
En dan even met een knoopje vastzetten. Als het goed zat. Want het wordt geen kinderspeelgoed op deze manier. Als je er kinderspeelgoed van wil maken, dan moet je het echt een stuk veiliger maken allemaal. Op deze manier is het geen kinderspeelgoed. Even voor de duidelijkheid. Zo. En dan had ik hier een schaar. Maar die kan ik natuurlijk ook hier niet vinden. Jawel, hier, schaar. En mijn naald even hierin. En dan knip ik dit staartje af. Heeft verder geen nut meer. Gewoon, ik laat het stukje uitsteken. Komt aan de binnenkant van het hoofdje. Schaar weer weg. Waar heb ik mijn naald? Oh, hier. Die leg ik bij mijn schaar. Zo, alles weer georganiseerd. Nou, wat gaan we nu doen? Die steek met de steekmarkeerder. Die haal ik er even uit. En daar maak ik een halve vaste. Dus lus ophalen en door de lus op je haakwerk. En nu draai ik mijn werk om. Dus we haakten zo. En nu draai ik mijn werk. Ik keer mijn werk. En nu gaan we vaste haken. In elke steek 2. In de achterste lus. Ik doe 1 losse. En dan ga ik hier naar de eerste vaste. Het is een gepriegel hoor. Zal ik eens inzoomen? Zo. We hopen dat ik in beeld kan blijven. In de achterste lus van de eerste vaste. 2 vaste haken. 1. En 2. En in die eerste, voor het gemak, een steekmarkeerder. En als je even telt, omdat we dus ik even mijn koffie roeren. We hadden 8 vaste in het rond. En nu doen we 2 in iedere achterste lus. Van iedere vaste. Dus we komen uit op 16. En om het nou echt goed te doen, want die 16, bij dit patroon is dat best belangrijk. Zo. Dus dit is 2. De volgende vaste. 3 en 4. De volgende. 5 en 6. Ik denk hier dat pluisje, dat valt aan de binnenkant, dus daar ga ik nou even niet moeilijk over doen. 7 en 8. De volgende. 9 en 10. Daarna 11 en 12. Dertien en 14. En dan hier in de laatste, 15 en 16. Zo, en dan heb je dit. We gaan op deze manier zo een hoofdje haken. Zodat dit kokertje aan de binnenkant van het hoofdje zit. En straks die lussen die hier nu over zijn, daar gaan we het jurkje aan vastnaaien. Nou, ik sluit mijn ronde met een halve vaste in de eerste steek waar die steekmarkeerder in zit. Zo. Ik maak 1 losse. En nu ga ik elke 2e steek meerdere. Ik steek nu niet in de steek waar ik gesloten heb, maar in de volgende. Daar begin ik met mijn eerste vaste. En daar zet ik mijn steekmarkeerder in. 1. In de volgende steek nummer 2.
en we meerdere. Dus daar gaat ook steek nummer 3 in. In diezelfde. Het is 3. De volgende. 4. De volgende. Steek nummer 5. En steek nummer 6 steek ik in dezelfde steek in. 6. En zo ga je rond en dan kom je uiteindelijk uit op 24. Dit is 7. 8. En nummer 9 komt daarbij ingestoken. Dat is de meerdering. De volgende steek. 10. In de volgende. 11. En dan nummer 12. Die stop ik bij nummer 11 in het steekje. Nummer 13. De volgende 14. En steek nummer 15. Die doe ik bij 14 in diezelfde steek. Dus de meerdering. 16. 17. En nummer 18. Die doe ik daarbij bij nummer 17. De volgende 19, de volgende 20 en nummer 21. En dan heb je nog 2 steken over. Nummer 22, 23 en 24. En dan klopt het precies. Je sluit weer je ronde in die steek met de steekmarkeerder. En dan heb je zo 24 steken rondom. Oké, volgende ronde haken we gewoon 24 vaste. Dus 1 losse om je draad omhoog te brengen. Niet in de steek waar je gesloten hebt, maar de volgende steek. Daar begin ik met mijn eerste vaste. En daar zet ik mijn steekmarkeerder in. En dan haak je een rondje van 24 vaste. Dit is 1. 2. 3. En elke steek 1. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10. Nou ja, tot ik je bij 24 bent. Nou, dit was 24 en ik sluit mijn ronde weer in de eerste steek. Zo. Gaan we nog 1 keer meerdere. Waar komen toch al die pluisjes? Zijn die pluisjes van Doris dat die op tafel ligt? Zou goed kunnen. We gaan nog 1 keer meerdere en dat doen we in iedere 4e steek. Dus 1 los om je draad omhoog te brengen. En ik begin weer in de volgende vaste. Dus niet de vaste waarin ik gesloten heb, maar de eerste erna. Dat is 1. En daar zet ik mijn steekmarkeerder in terug. Waarom moeilijk maken als het makkelijker kan? Want op deze manier herken ik die eerste steek makkelijker terug. Dit is 1. 2, 3, 4 en nu komt daar die 5e steek erbij. Dus 3 gewone vaste op een rijtje en dan 2 in 1 steek. 1, 2, 3 en in de 4e steek komen er 2. Als je dat dan rondom doet, kom je uit op 30 vaste. Nou, ik heb mijn ronde weer gesloten in die steek waar de steekmarkeerder in zat. En nu gaan we 3 ronden zonder meerdere haken. Maar ik sluit wel iedere ronde. Dus 1 los om de draad omhoog te brengen. En ik begin in de volgende steek met mijn eerste vaste. Steekmarkeerder erin.
Zo. En dan niet meerdere, ook nog niet mindere. Gewoon 30 vaste op een rijtje. Achter elkaar, hoe wil je het noemen? Aan het eind van de ronde sluit je je ronde weer. En de volgende begin je weer op dezelfde manier. En zo doe je dat 3 ronden. Ja, 1 vaste in 1 steek. En dan gaat die zo als een bolletje staan. Nou, als ik mijn 3 ronden heb gedaan, 2 en 3, als ik die gedaan heb, kom ik bij je terug. Na die 3 rondes heb ik mijn ronde weer gesloten en nu gaan we minderen, want het hoofdje moet natuurlijk geen groot gat houden. Je begint weer met 1 losse. In de volgende steek maak je je eerste vaste en zo haak je er dan 3. En dan steek nummer 4 en 5, die gaan we samen haken. Dus dit is de eerste. 1. 2. En 3. En dan 4 en 5 samen haken. En dan vind ik het mooiste om alleen onder de voorste lussen door te steken van de volgende 2 steken. Dus de eerste steek, dat is steek nummer 4. En steek nummer 5 op je haaknaald leggen. De voorste lussen van. Dan omslaan en je vast te maken. Dat vind ik de mooiste manier. Het is niet de makkelijkste manier, maar wel de mooiste, vind ik. Heb jij een andere manier, is ook gewoon goed, hè? Dat weet je altijd. Doe het lekker op jouw manier. Ik laat alleen deze zien. Nou, dan haak je weer 3 vaste. 1. 2. En. Dan had ik mijn garen in een schaaltje gelegd tegen de pluisjes. Maar goed. Tommy is ook langs geweest. Dit was, even kijken. Nou ben ik de tel kwijt. 1, 2, dit is 3. En dan gaan we 4 en 5 weer samen haken. Dus onder het voorste lusje van steek nummer 4. En onder het voorste lusje van steek nummer 5. Lus ophalen en je vaste afmaken. En dat doe je helemaal rond. 3 vaste, excuus voor het vliegtuig. 1. 2. En 3. En laat ik het nog 1 keer zien. En dan die laatste keren moet je zelf doen. De volgende 2 vaste. Alleen de voorste lus op je haaknaald leggen. Het is de eerste. En hier is de tweede lus. Lus opslaan. Doorhalen en je vaste afmaken. Nou, zo ga je door tot je bij je steekmarkeerde bent. En dan heb je 6 steken geminderd, dus je komt uit op 24 vasten. Nou, dan sluit je je ronde weer in de steek met de steekmarkeerde. Dat was je eerste steek. Zo, en dan gaat hij naar binnen staan. Zo, ik moet iets uitzoeken. En dan gaat hij al naar binnen staan. Gaan we door met de volgende ronde en die gaan we ook weer minderen. Dus 1 losse. En in de volgende steek haak je je eerste vaste en nu haken we 2 vaste achter elkaar en dan je mindering. Dus dit is de eerste. En dan de tweede. En dan ga je weer samen haken. Dus weer de voorste lus, de volgende steek, de voorste lus. Lus ophalen en je vaste afmaken. 2 vaste. 1. En 2. En dan weer je mindering. Dit doe je weer rondom en dan kom je op 18 steken uit. Dus rondom. 2 gewone vaste achter elkaar en dan je mindering. En de ronde weer gesloten. Ho, 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 steek niet kwijtraken. En het gaatje wordt steeds kleiner.
Die ga ik nog één ronde minderen en dan gaan we het gezichtje vullen. Dus één los om je draad omhoog te brengen. En nu haken we één vaste en dan de mindering. Nou, ik moest even de camera wegzetten, want er kwam een kudde vliegtuigen over, dat wil je niet geloven. Nou oké, ik had die ene losse gedaan, dus in de volgende steek begin ik met mijn eerste vaste. Niet die steek waar ik gesloten heb. En dan komt er weer een, ik dacht dat het klaar was. Steek markeerde erin. En de volgende twee haak je weer samen. En als je het nou moeilijk begint te vinden om onder die twee lusjes door te gaan, dan steek je gewoon in de twee vaste in. Twee keer een lusje ophalen. Hierbovenop komt toch een mutsje, dus dat zie je echt niet. Ik zal het eens laten zien. Gewoon de volgende steek. Een lus ophalen. De steek erna een lus ophalen. En dan door de drie lussen op je haaknaald. Zo. Ziet er een stuk minder mooi uit, maar wel makkelijker als het gaatje steeds kleiner wordt. Dan doe je weer één vaste. En weer twee samenhaken. Dus volgende vaste lus ophalen en die erna een lus ophalen. En steekmarkeerder zit in de weg, maar die heb ik gewoon echt nodig. Zo. Eén vaste. En twee samenhaken. Nou, als je dit rondom doet, eindig je met 12 vasten. Gaatje wordt lekker klein al. Oké, ik heb 12 vasten. En ik heb mijn lus even wat groter gemaakt nadat ik mijn ronde gesloten heb. Dan zet ik even voor het gemak mijn steekmarkeerder hierin. Zo. En dan pak ik een stokje en de vulling erbij. Stokje erbij en die stop ik in het gaatje hier, dat kokertje. Hier, dat kokertje, daar stop ik mijn stokje in. En daar ga ik hem vullen. En is even een beetje onhandig misschien, maar daarmee kun je wel zorgen dat dat kokertje niet instort als je er vulling in gaat doen. Want we gaan vulling doen rondom. Oh, dit is buiten beeld. Zo. Dat stokje zorgt ervoor dat het kokertje niet instort. En we gaan vulling doen rondom het kokertje. En dat is even een gedoetje. Maar het kan wel, want ik heb het al een paar keer uitgeprobeerd. En het kan dus echt. Zo. Stokje. En de vulling er zo rondom inproppen. Zorg ervoor dat je je steekmarkeerder niet mee erin stopt. Maar vul zo rond het stokje. Het hoofdje. En als je aan het vullen bent, kun je een beetje ervoor zorgen dat dat kokertje in het midden blijft. En je hoeft hem niet heel strak op te vullen, maar hij moet natuurlijk wel een beetje in vorm blijven. Dus steeds aan de zijkant van het stokje stop je wat vulling in. Probeer om dat kokertje een beetje in het midden te houden. Kijk hoor. Een beetje zo. Dus dan doe ik hier nog een beetje vulling bij. Iedere keer maar kleine plukjes. Zo. Kijk. Ja, dat is wel genoeg. Kijk, hij is echt niet strak opgevuld. Ik kan hem zo inknijpen. Maar dat is de bedoeling ook helemaal niet. Ik vind hem zo goed. Klein beetje vulling maar. Nou, ik kan het stokje weer weg. En de vulling kan weg. En dan gaan we die laatste 12 steken 2 aan 2 samenhaken, zodat je er nog maar 6 overhoudt. Dus, steekmarkeerder eraf. Die zet ik zo meteen wel weer. Dan moet ik er even beneden. Zo. Steekmarkeerder. Die zet ik zo wel weer in die eerste steek. En pas op dat je de vulling niet meehaakt. Dus leg je vinger tussen de vulling en je haakwerk in. En haak eerst 1 losse. Zo. En dan de volgende steek een lus ophalen.
en de steek erna. Dan heb je één steek ervan gemaakt. Steekmarkeerde erin. En de volgende twee. En dan heb je twee vaste gemaakt. Nou, zo haak je dus 6 keer in het rond. Dit is dan 3. Nou, 6 keer in het rond. Kom ik bij je terug. Nou, terwijl de vaatwasser lekker aan het werk is, knip ik mijn draad af. Ik had mijn ronde weer gesloten, hè, in de eerste vaste, waar die steekmarkeerder zat. Doe één losse, trek mijn draadje zo eruit. En nu naai ik dit draadje rondom die laatste 6 vaste. En dan kan ik het draadje aantrekken. En dan is het hoofdje klaar. Zo'n heel klein oog. Kijk hoor. Ik denk dat deze prettiger is. Die is net iets groter. Zo. En ik probeer om bij die 6 steken de voorste lus alleen te nemen. Dan kan ik hem mooi aantrekken. En hoewel niemand dat gaat zien, toch. Ja, er is. De voorste lussen. Daar steek je je naald door. En sla je een steekje over per ongeluk, is ook helemaal niet zo erg. Ik zeg al, hier komt het mutsje op, dus dat ziet helemaal niemand. Zo. En dan met beleid aantrekken zo. Trek hem dicht. Even vastzetten met een knoopje. Zo. En dan steek je hem naar binnen en je laat hem ergens uitkomen. Maar wel opletten dat je niet dwars door een draadje steekt, maar echt door het gaatje van een vaste. Steek je hem in hetzelfde gaatje terug en je laat hem op een heel andere plek uitkomen. Zo. Naald eraf en afknippen. En dan zie je bij mij hier nog een puntje zitten. En dan, hoppakee, puntje weg. Zit de draad hier netjes in. En dan heb je het hoofdje klaar. Nou, hoofdje klaar. Gaan we het mutsje maken. Dus het hoofdje leg ik even opzij. Ik heb een leuk kleurtje uit het pakket gepakt. Dit is kleur nummer, de naam weet ik niet, 397. Kijk. Een heel mooi blauw. Heel gezellig blauw, heel vrolijk blauw. Ik word er blij van. Zo. En het mutsje. Je begint weer met zo'n magische cirkel, net als net. Alleen nu haken we 6 vaste in de cirkel. En die steekmarkeerder, waar heb ik hem? Hier, die heb ik ook weer nodig hoor. Maar we gaan nu wel spiraal haken, dus de ronde niet sluiten. 6 vaste in een cirkel. In een magische ring. Die heb ik net voor gedaan. Die doen we nu weer. Zo. Beetje aantrekken, zo. Dit is 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Trek aan het staartje om de magische cirkel te sluiten. Zo. En dit keer haak ik niet over het staartje heen. Waarom? Ja, geen idee, maar ja, zo bedacht ik het. Nou, in de eerste steek haak je 2 vaste en dat doen we in iedere vaste. Dus dit is de eerste.
Even goed kijken. Daar moet de tweede bij. Zo. En dan in die eerste zet ik mijn steekmarkeerder terug. Dan weet ik, daar begint mijn ronde. En zo haak je dan 12 vaste, want we hadden er 6. We doen er 2 in iedere steek. En dan kom je uit op 12. Het is 4, 5 en 6. 7 en 8, 9 en 10 en in de laatste 11 en 12. Ja, er zit hier weer een vlieg. Ik weet niet wat die beestjes hebben. Ze vinden mij lief, denk ik, of zo. Nou, ben ik ook wel lief? Nee, grapje. Oké, nu gaan we elke tweede steek meerderen. Dus in de eerste steek 1 vaste. Gewoon het principe van een platte cirkel. Dit is 1. En in de volgende 2. Eén in die erna. En 2 in de volgende. 1. En 2. 1 in de volgende. En 2 in die erna. Nou, dit doe je rondom. En dan kom je uit op 18 vaste. Rondom. Volgende ronde. Nu 2 vaste achter elkaar en dan je meerdering. Dus dit is 1. Steekmarkeerder terug. We weten waar de ronde weer begint. Dit was 1. En dan 2. En in de volgende je meerdering. 2 steken. 1. 2. En in je volgende 2 vaste. Nou, dit doe je weer rondom. En dan kom je uit op 24 vaste. Mocht je je nou afvragen wat dit is. Dit is een schaaltje, daar had ik mijn bolletje in gelegd. Dus je hebt niet altijd per se zo'n dure wolschaal nodig. Kan ook gewoon met een bakje, schaaltje, uit je keuken. Werkt ook perfect. Nou, we gaan nog 1 keer meerderen. We doen nu 3 vaste op een rij. Dit is 1. Twee. 3 en dan je meerdering. 2 vaste in 1 steek. Dat is je meerdering. Eén. 2. 3 en dan weer je meerdering. Dan kom je uit op 30 vaste. Rondom zie ik je daar weer terug. Dan zijn we klaar met meerderen. En we gaan nu 3 rondjes haken zonder te meerderen. Dus gewoon 1 vaste in 1 steek. Je blijft 30 steken houden. En dit doe je 3 rondjes lang. Zo, 1 vaste in 1 steek. 1 En ik zat me te bedenken dat je je af kon vragen waarom ik bij het hoofdje wel de ronde steeds sloot en nu bij het mutsje niet. Ja, dat is gewoon een keus. Je kunt ook je ronde niet sluiten bij het hoofdje. Daar kan helemaal niks mis mee, maar ik dacht ik laat je ook eens iets anders zien. Ten slotte tutorial nummer 500 en daar mag wel iets bijzonders in zitten. En ik vind dit popje op een stokje. Vind ik zo ontzettend leuk. En je kunt er alle kanten mee op natuurlijk. Je kunt er ook zelf popjes voor bedenken. Andere popjes. Kerstboompjes. Ik heb volgens mij ooit een tutorial gemaakt voor een kerstboommannetje. Op een stokje.
Nou, die kun je nu op dezelfde manier eigenlijk maken. Alleen dan met dat kokertje erin. Want dat kokertje zorgt er juist voor dat je hem makkelijk weer van een stokje af kunt halen. En als je dan dat stokje uit het pakketje van Caro gebruikt, kun je hem heel leuk bij plantjes steken. Als je nou een heel leuk kerststukje hebt, dan maak je zo'n kerstman, boom, poppetje, dingetje. Op een stokje. In je kerststukje. Hartstikke leuk. Nou, en ondertussen heb ik dus al één van die drie ronden gehaakt. Ik haak nog even twee ronden erbij. En dan kom ik bij je terug. Oké, nu heb ik mijn drie ronden gedaan. En dan pak ik mijn hoofdje. Nee, daar past hij dan. Heel grappig op zo. Dus, wat doen we? We gaan afknippen. Even de lus zo laten. Wacht even. De lus die laat je even zo. En je knipt een draadje af. Die één keer. Zo ongeveer. Hè? Twee keer zo. Langs het hoofdje kan. Want daarmee kunnen we hem dan. Nou, iets korter mag ook wel. Daarmee kunnen we dan straks het hoofdje op het mutsje naaien. Ik heb mijn draadje afgeknipt. En nu trek ik de lus. Zo omhoog. Steekmarkeer hem maar eruit. Zo. En mijn naald. Ga ik je de blinde sluiting laten zien. Zo. En dan zoom ik weer even in. En dan richt ik mijn camera weer. Dat ik weer in beeld zit. Zo. Zoiets, hè? Ja. Nou, de blinde sluiting. Je hebt hier je laatste vaste ingemaakt. Daar komt dit draadje uit. De volgende vaste, die sla ik over en ik ga naar de vaste en na. En ik steek altijd van achter naar voor onder de twee vaste door. Dus één vaste overslaan en dan onder de twee lussen van de volgende vaste haal je je draadje. Ik vouw het een beetje naar elkaar toe. Trek nog een beetje aan het draadje. En dan de vaste waar je ene draadje uitkomt. Daar steek ik in het midden weer in. Zo. En hier de vaste die je hebt overgeslagen. Daar het achterste lusje van. Daardoor steek ik weer naar binnen. En als je dan een beetje aan je draadje trekt, heb je daar ook weer een veetje, precies zoals de andere steken. En dan zie je alleen dat het hier naar beneden loopt, maar aan de buitenkant zie je dus niet dat je daar geen vast hebt gemaakt, maar dat je dat hebt zitten naaien. Nou, dan naai je dit draadje, naai je weg waar je naald op zit. En dan gaan we een pomponnetje maken. Ho, stop. Nee. Niet wegnaaien. Niet wegnaaien. Want dit draadje, daar gingen we het mutsje mee op het hoofdje naaien. Weet je wel? Zo, dit is de goede kant. Niet wegnaaien. Nee, niet doen. Heb je het wel gedaan? Oh, mijn excuses. Niet wegnaaien. Ik ga wel de naald er even afhalen zo, dat ik die niet kwijtraak. Niet wegnaaien. Niet wegnaaien. Nou, voor het pomponnetje heb je nodig een schaar en een vork. Je neemt je garen en je knipt er een draadje vanaf. Die leg je in het midden van de tanden. Ik heb hier drie openingen en in het midden, daar leg ik het draadje in. En die hou ik dan ongeveer dat ze even lang zijn aan de voor- en de achterkant. Komt niet heel precies, maar het moet niet zo zijn dat er 3 centimeter verschil is, hè? Want dat is niet handig. Nou, die laat je liggen. Dan neem je je draadje en je gaat om je vork winden. Deze doe je net of het er niet is. Je houdt hem even vast, dat hij niet in de weg kan gaan zitten. Zo. En je gaat om je vork winden. De draadjes netjes naast elkaar. Zo. En we maken een klein pomponnetje, omdat het een klein mutsje is. Daarom met een vork. Je kunt ook pomponmakers gebruiken en zo, maar die heb ik niet. Zo.
Ik had een stukje. En dan wikkel je weer terug naar het handvat. Ook weer netjes naast elkaar. Dat jij een netjes pomponnetje krijgt. Ik heb niet geteld hoe vaak ik rond ben gegaan. Doe dat gewoon zo een beetje. Doe maar wat eens. Knip ik mijn draadje af. Zo. Die kan even weg. En nu heb je dus deze twee lusjes nodig. Want daarmee kun je dus deze lusjes vast gaan zetten. Super handig. Twee keer met het draadeindje door je lus heen. Zo. En aantrekken. Dan schuif je hem van je vork af. Kun je hem verder aantrekken, want de vork wordt smaller, hè? Zo. En dan kun je de lusjes open gaan knippen. En dan heb je nou een hele scherpe schaar. Dit is super handig. Heb je een bottenschaar, dan heb je wat te doen. Dit is één kant. Dit laat echt niet los, hè, die dubbele knoop. Dat is echt super handig. Maar vergeet niet welke twee draadjes het zijn. Dat je die niet afknipt. Zo. De andere kant. En het gaat wonderbaarlijk goed dit keer bij mij. Meestal ben ik heel erg aan het prutsen. Zo. Zo. Dan ben ik het een beetje in model. En dan kan ik deze nog een keer aantrekken. Zo. En dan leg ik er nog een keer zo'n knoopje op. Gewoon voor de zekerheid. Je kunt er zelfs een drupje textielluim nog in doen. Als je dat wil. Zo. En dan knip je hem een beetje gelijk. Dit in model frommelen zo. En dan krijg je een leuk pomponnetje. Een bakje. En dan kappertje spelen, noem ik dat altijd. Niet te enthousiast, want dan hou je geen pompon meer over. Zo een beetje door elkaar frummelen hier, dat je niet zo'n open gat krijgt. En ik vind het wel leuk als een pomponnetje er een beetje woest uitziet. Niet iedere draadje precies even lang. Dan neem je dus je mutsje. Hier. En weer een naald. En die twee draadjes doe je apart naar binnen. Dus niet allebei tegelijk door één gaatje. Maar je doet ze om's de beurt en dan door een ander gaatje. Dus van buiten naar binnen. Deze zal ik hier in het midden insteken. En dan de volgende moet ik onthouden dat ik die niet in het midden insteek. Want dan trek je de pomponnen gewoon erheen. Is me ook al overkomen hoor, echt. Ik ben ooit zo handig met dat geknutsel, weet je wel. Zo. Nou zit deze dus door het midden. En dan steek ik die net naast het midden. Zo. Kunnen de draadjes met elkaar in een knoopje. En je hebt hier nu drie draadjes zitten. Nou, deze twee van het pomponnetje. Deze twee. Daar leg ik een knoopje in. En ook weer zo'n dubbel doorhaal knoopje. Dus één keer eronder door. En twee keer eronder door. Zo.
Zo. En dan leg ik in die andere twee nog even zo'n knoopje. En dan knip ik het kort af. En als je wil, kun je dan op die knoopjes even een drupje textiellijm doen. Dan weet je zeker dat ze niet losgaan. Maar ik zeg al, het is geen kinderspeelgoed. Dus op deze manier heeft het niet zoveel te leiden, hè, als je er geen kinderspeelgoed van maakt. Zo. Heb je hier het hoofdje. En daar kan die dan strakjes opgenaaid worden. Die steekt er nog wel een heel lelijk uit. Even kijken hoor. Zo. Een mutsje. Ik vind hem leuk. Kijk, en dan een beetje op het achterhoofd. Hier komt het stokje zo in en dan staat het mutsje er scheef op. Leg ik het mutsje weer even weg. Die gaan we straks pas vastnaaien. Want we gaan nu het jurkje maken. Die gaan we hier onderaan het hoofdje. Daar gaan we het jurkje aan vasthaken. Dus ik ruim dit allemaal even op. En dan kom ik bij je terug. Oké, het jurkje. We nemen het hoofdje er weer bij. De kleur. En de steekmarkeerder. Oh, er is nog een restje van het pompoenetje. Leg ik even daar neer. Zo. Dacht dat ik het een beetje had leeggemaakt. Steekmarkeerder leg ik klaar. En nu gaan we aanhechten in die lusjes die hier nu nog zitten. En dat is soms lastig te zien. Maar zorg ervoor dat je 8 vaste opzet. Misschien is het heel lastig en moet je op het laatst 2 vaste in 1 steek doen. Dat is helemaal niet zo erg. Als je maar op 8 vasten uitkomt. Dus ik steek hier. Kijk hoor. Hier zit een lusje en daar steek ik onderdoor. Dan haal ik mijn draad door. Hecht aan op jouw manier, hè? En ik maak een losse, zo. Dan in de volgende steek haak ik 1 vaste. Het is mijn eerste. Haak over het staartje heen. De vaatwasser is klaar, hoor je hem piepen. Dat is zo fijn, hè? Dan ben je zelf lekker aan het hobbyen. En de vaat die wordt gewoon gedaan. Ideaal. Dit is 1. Steekmarkeerder. En zo pak je bij ieder lusje een steek. Of bij iedere steek het lusje. Hier de volgende. Over mijn staartje heen hakend. Wel netjes insteken. Zeg, het is even een gepruts. Maar dat is echt alleen de eerste ronde. Daarna is het super makkelijk. Vind ik zelf dan, hè? Dit is de tweede. Derde. Nou, zo pak je 8 vaste. En ik zeg al, kun je dat laatste lusje nou niet zo goed vinden, doe je er 2 in 1 steek. Is niet zo'n ramp. Als je er maar 8 hebt. Ik heb er nu 3. Ik ga er nog 5 zoeken. Even heel erg ingezoomd. Ik heb nu 7 vaste gedaan. En ik doe mijn 8e vaste in die steek waar ik heb aangehecht. Ja. Daar zet ik mijn 8e vaste. En ik ga spiraal haken. Dus ik sluit mijn ronde niet. Nu heb ik 8 vaste in het rond. Ik heb over mijn staartje heen gehaakt. Dus die knip ik af. Zo zit die niet met een rug. Pas op dat je niet in je steek knipt. Zo. Hebben we de eerste ronde van het jurkje gedaan. Netjes in die lussen. Nu gaan we iedere steek meerdere. Dus dan kom je uit op 16 vaste. En echt, dit is het lastigste gedeelte, vind ik zelf, van het hele popje. Omdat het een beetje priegelig is allemaal. Dit is de eerste en ik zet gelijk de tweede erbij. Zo. En mijn steekmarkeerder in die eerste. En dan zoom ik weer uit hoor. Want volgens mij is dit allemaal heel lastig in beeld te houden. Zo.
Het is eigenlijk heel simpel. Alleen ja, het is even een gefrummel omdat het zo klein is allemaal. 2 vasten in iedere steek en dan kom je uit op 16 vasten. Dit is dan 4 bij elkaar, de volgende. Vijf en zes. Nou, en zo ga je door. 2 vasten in iedere steek. En op het eind heb jij dan 16. Oké, 16 steken. Volgende ronde gaan we er 24 van maken. Dus je haakt eerst 1 gewone vaste. De eerste is dit, steekmarkeerde erin. En in de volgende haak je er 2. 1 en 2. 1 gewone vaste. En in de volgende 2. Nou, rondom doen kom je uit op 24 vasten. Dan doen we nu een rondje zonder meerdere. Dus je haakt gewoon 24 vasten, 1 in 1 steek. Eén vaste in één steek. Weer gewoon rondom. Eén vaste in één steek. Het gaat al steeds makkelijker, hè? Want je hoeft niet meer zo dicht op elkaar te prutsen. We hebben nu een rondje van 24 vasten gedaan. En nu gaan we weer meerdere. In iedere vierde steek gaan we 2 vasten haken. Dus je haakt 3 vasten achter elkaar. 1 met de steekmarkeerder. En 2 en 3. En dan weer 2 in 1 steek. En als je dat rondom doet, dan kom je uit op 30 vasten. 1. 2. 3. En dan je meerdering. 2 in 1 steek. Nou, rondom doen, kom je uit op 30 vasten. Volgende ronde ga ik je gewoon 30 vasten. Dus niet meerdere. De eerste. Zo. En dan 1 vaste in iedere steek. Tot je helemaal rond bent. Heel simpel. Gewoon 1 vaste in iedere steek. Tot je rond bent. En dan nu weer een rondje meerdere. Nu haak je in elke vijfde steek 2 vasten. Dus 4 vasten achter elkaar. Dit was de eerste. 2 3 4 en dan 2 vasten in 1 steek. En dan kom je uit op 36 vasten. 1. 2. 3. 4. En dan weer 2 in 1 steek. 1. En 2. Nou, doe dit rondom. En dan zie ik je aan het eind van de ronde weer. En nu weer een rondje zonder meerdere. 2 rondjes zelfs. Dus 2 rondes zonder dat je steken meerdert. Dus 2 keer 36 vasten. En 1 steek in 1 steek.
En dan twee keer rond. Zie ik je daarna weer. Zie je dat het moeilijkste het wat bij het halsje was, bij de aanhechting van het hoofdje en verder, is het weer heel erg simpel. Het was niet zo moeilijk, maar het was gewoon lastig om die steken te doen, omdat het ze allemaal zo dicht op elkaar zat. Nou, twee rondes. Zie ik je dan weer terug. Nou, twee rondes gedaan en dan doe ik nu weer een meerdering. Vijf vaste achter elkaar. Ik moest even nadenken. 1, 2, 3, 4, 5 en dan weer 2 in 1 steek. Dan kom je uit op 42 vaste. Eén, twee, drie, vier, vijf achter elkaar en dan weer je meerdering. 2 in 1 steek. Kom je uit op 42. Nou, en dan nu weer twee rondjes zonder meerdering. Dus gewoon 42 vaste haken. Twee rondjes. En dan denk ik dat het jurkje klaar is. Gaan we weer met een blinde sluiting sluiten. Dus één vaste in één steek. Twee rondjes. Zo. Zie ik je dan weer. Nou, twee rondjes verder. Ik knip mijn draadje weer af. Zo. Ik trek hem uit de lus. Steekmarkeer de kant eruit. Ik heb nu een klein beetje van het blauw over. Van zo'n mini-bolletje. En ik maak deze weer dicht met de blinde sluiting, zoals ik die heb laten zien bij het mutsje. En dan zijn we er al bijna. Bijna. Oké, je hebt nu het mutsje klaar en het popje klaar. Draadje netjes weggenaaid. En dan gaan we nog één keer haken. En dan komt het goed. Ik ga mijn bridal white er weer bij pakken. En ik ga twee losse kettingen haken van 40 lossen. En probeer zo gelijkmatig mogelijk te haken. Hè? Dat die twee losse kettingen even lang worden. Dat is wel het mooiste, denk ik. Maar er zit er een beetje verschil in, is ook niet zo'n rampje. 40 lossen. Twee keer. 1, 2, 3, 4... 5. Nou ja, 40 stuks. En dan twee keer. Nou, dit is nummer 2 met 40 lossen. Ze zijn ongeveer even lang. Nou, afknippen. Zo. Lus eruit. En dan heb ik twee koordjes van 40 centimeter die ongeveer even lang zijn. Dus altijd wel iets verschil omdat je soms iets losser of vaster haakt. Dan gaan we de kraaltjes erbij pakken. En een naald. Je hebt 4 kraaltjes nodig voor 1 popje. Even kijken hoor, een beetje naald. Ja, deze kan wel. Nu 1 koordje leg ik even opzij. Zo, niet kwijtraken. Staartje van 1 koordje. Door het oog van je naald halen. Ik pak toch een andere naald met een wat dikker oog. Gat in het kraaltje is groot genoeg, daar kan die wel door. Zou deze kunnen? Ja, makkelijk. Mooi. Dat is een stuk handiger. Dan zit ik niet zo te priegelen met dat draadje. En het gaatje van het kraaltje is groot genoeg dat het oog van de naald er doorheen kan.
Dan neem je dus een kraal. Daar rijg je dus hem doorheen. Je losse ketting met je naald. Dan kan je naald er even af. Want dan ga je een knoopje maken. In je losse ketting. Dus niet alleen het draadje. Maar echt een knoopje zo op het uiteinde van je losse ketting. Zo. En als je denkt van nou... Ja, nee. Je kunt er nog een knoopje op leggen. Of een drupje lijm erop doen. Gewoon dat je zeker weet dat hij blijft zitten. Staartje afknippen. En dan nemen we het andere eindje. De naald erop. Maar dan gaan we niet gelijk de knoop erop doen. Maar we gaan het popje erbij pakken. Schaaltje even opzij. Kijk. Dan kies je de mooiste kant wat jij het gezichtje vindt worden van het popje. Nou, dit is de achterkant, vind ik niet zo netjes. Daar komt het mutsje straks op. Dus ik draai hem zo dat dit aan de achterkant zit. Heb ik hier een mooie voorkant. Ik leg het jurkje even plat. En dan kies ik hier een steek ergens waar mooi een handje uit kan komen. Dus ik ga van binnenuit, steek ik door die steek naar voren. En is dat een mooi plekje? Of is dit een mooi plekje? Ik vind deze mooier. Dan haal ik dan mijn losse ketting doorheen. En ik pak weer een kraal. Die gaat nu op de losse ketting. De naald kan eraf. En ik leg weer een knoopje. In de losse ketting. Dus echt op het uiteindje. Dat die zo dik mogelijk is. En wat ik net al zei, drupje lijm kan ook dat hij nog beter blijft zitten. Maar het is gewoon geen kinderspeelgoed. Staartje eraf. Kraaltje naar het uiteinde. En dan heb je hier één armpje en één beentje. En dat doen we nog een keer dus. Die andere losse ketting. Zo. Kraaltje erbij. Mijn naald, die heb ik hier ook in zitten. Zo. En dan aan de ene kant gelijk het kraaltje erop. Knoopje erin. Eraf. Kraal naar beneden en je naald aan de andere kant op het staartje van de losse ketting. Zo. Dan hou je hem weer plat en dan kijk je van welk gaatje zou het mooist zijn om het tweede armpje uit te laten komen. Ongeveer op dezelfde hoogte. Ik denk hier. Dus van binnenuit zoek je het gaatje. Zo. En dan kijk je even. Ja, bij mij zit hij in één keer goed. Zie je dat? Ik vind hem leuk zo. Maar anders kun je gewoon die naald eraf halen. Losse kettingen weer tussenuit trekken. En een ander gaatje proberen. Dan pak ik weer. Oh, dan heb ik mijn naald eraf. Hè? Die heb ik nog wel nodig voor de tweede kraal. Want nu moet hier, ik heb mijn naald eraf gehaald, dat moet helemaal niet. Want hier moet nu ook dat kraaltje weer aan. Zo. En nu mag de naald er wel af. Weer een knoopje. Zo. Draadje afknippen. Kraaltje naar beneden. En dan kun je ze, als je dat wil, op gelijke hoogte houden. Of ene been en arm, andere lengte. Maar dat is dus het voordeel nu, dat we nu pas het mutsje erop gaan naaien. Want je zit niet met een gezichtje dat het mutsje scheef komt te zitten en zo. Kijk. En dan zeg je van, oké.
Zo moet dus het mutsje komen. Nou, gaan we een naald pakken en het mutsje vastnaaien. Nou, de naald zit aan het draadje van het mutsje. En dat uiteindje, dat probeer ik een beetje zo in het midden aan de achterkant te laten zitten. Want daar zit dus die blinde sluiting. Hè? Je ziet het nauwelijks, maar je ziet het wel. Dan gaan we voorzichtig dat mutsje vastzetten. En dat doe je door. Het draadje zit aan de binnenkant. Dus ik steek eerst onder het mutsje, zo het randje, in het hoofdje. En een klein eindje verder laat ik hem er weer uitkomen. En dan niet recht bij dit randje, maar net eronder. Onder de eerste of de laatste vaste rij die je gehaakt hebt. Zo. En om het nou onzichtbaar te doen, zal ik inzoomen. Je kunt nu een gaatje verderop je naald weer naar beneden steken. Maar dan zie je een dwarsdraadje. Als je nou één steek omhoog gaat, dan zie je die lusjes hier zo lopen. Als je daarna naartoe gaat, zo. En je komt een eindje verderop weer tevoorschijn. En dan zit je onder de tweede vaste rij, zie je dat? Niet te strak aantrekken, want dan trek je gaatjes. Maar zo zit hij wel onzichtbaar vast. Straks. Ik zie het al niet meer. Dan ga je weer terug naar de eerste vaste rij. Zo. En je komt een eindje verderop onder de eerste vaste rij weer naar buiten. En dan ga je onder de tweede vaste rij, dus je zoekt hier weer het gaatje. Zo, dan gaat het draadje zo. Door het hoofdje heen en in de tweede vaste rij kom je ook weer ergens tevoorschijn. Zo. En dan steek je met de draad door het oog van je naald. Zo. Dan steek je in die eerste vaste rij weer in. En je komt heel ergens anders uit. Want nu is het de kwestie van afvechten. Hij zit met een paar steekjes vast. Kijk. Hier heeft het goede draadje eruit. En dan ga je weer een rijtje verder. Nou is mijn draadje wel heel erg klein. Dus ik stop mijn naald er vast in. Zo. Dan kom ik aan de andere kant straks uit. Ik draai je weer door het oogje. Nou ja, behoorlijk oog. Zo. Naald erdoor. Even een beetje terugtrekken zo. En dan kun je dat draadje of afknippen als hij wat langer is, of je wurmt hem zo naar binnen. En dan heb je je popje. Ik vind hem zo ontzettend leuk. Kijk. Kijk, dat pompoenetje kun je een beetje draaien zo. Ik vind hem echt heel leuk. Ik kom zo nog even bij je terug met hoe die dan op het stokje kan en zo. En, ik ga eerst even hiervan genieten. Ik vind hem zo leuk. Nou, ik probeer dus alles klaar te zetten om jullie te laten zien wat er allemaal gebeurd is met de popjes en zo. Maar ja, Tommy vindt ze ook wel heel erg leuk, geloof ik. En weet ik wat zeker. Kijk, deze... Die is wel heel groot geworden, hè? Tommy, ik ga jou even wegzetten, hoor. Want zo kan ik niet filmen. Kom, ga jij even ergens anders spelen. Hopla. Die is heel groot geworden. Heb ik gemaakt. Kijk. En speciaal voor mij had Caro dus deze plantenstokjes erbij gedaan. Zodat je ze bij planten kunt zetten. Nou, die leg ik heel even neer.
En daar hebben we hem weer. Hartstikke leuk. Caro verkoopt ook van deze poppenstandaards. De link zet ik onder in de beschrijvingen naar. Die kunnen er ook in. Ik heb er daar toevallig 2 van. Dus ik zet 2 poppetjes neer zo. Met de poppenstandaard. Terwijl Tom weer. Ik geloof niet dat ik ze in mijn kamer neer kan zetten. Want dat overleeft niet. Met deze ondeugd. Zo. Maar wat ook kan. En wij hebben afgelopen zomer in de tuin flink gehuishouderd. En daar hebben we deze houten schijfjes van overgehouden. Bij de bouwmarkt een stokje gekocht. Wiebe heeft het erin geboord met een beetje houtlijm. En dan krijg je dit. Ik vind ze superleuk zo. Oh, jij staat achterstevoren. Zullen we even niet doen. Je gaat niet met je rug naar ons toe. Hier heb ik er nog zo heen. Maar die heeft dan weer een andere bodemvorm. En ook die past er makkelijk in. Superleuk. En deze, die kan ik nu even erbij pakken. Dat is hetzelfde idee, zo'n stok op een stukje hout. Alleen veel hoger. En toen heb ik met de Chunky Monkey en de Sweetheart. Moet ik even het gaatje zoeken, want hier is het gaatje zo. De Sweetheart heb ik een bontrandje gehaakt, zie je dat? En de kralen, die zijn groter, die zijn 25 mm. En ik heb het losse koordje heb ik langer gehaakt. Zodat de beentjes leuker bungelen, zeg maar zo. Omdat het zo'n hoog stokje is. Dus je kunt er van alles mee. Wat je ook nog kan doen. Ja, kom jij nou ook al helpen? Vind jij het ook zo boeiend? Je kunt hier ook nog een koordje uit laten komen. Of een ringetje. En dan heb je een sleutelhanger. Dat kan ook nog. Wat je ook nog kunt doen. Maak bijvoorbeeld een mooie rode of een lieve roze. Haak er een hartje bij. En geef een cadeau. Kan ook. Ik zou het echt voor de zoveelste keer niet als kinderspeelgoed gebruiken. Leg door eens. Ook niet als kattenspeelgoed trouwens. Zou ik niet doen. En ja, ik vind het een zeer geslaagde 500ste tutorial. Dus plantenstokjes bij het tuincentrum. De poppenstandaard bij Caro's atelier. De pakketten met garen. Oh, dat moet ik trouwens ook nog zeggen. Die gezichtjes, hè, en die koordjes, dat moet je wel vrij strak haken. Anders denk ik dat je het net niet redt met een bolletje van 25 gram. Je moet het strak haken. En anders moet je even een klein bolletje bijkopen als jij losser haakt. Of een dunnere haaknaald gebruiken. Want het kan allemaal wel. Alleen je moet strak haken. Even zo. Staat de grootte ook beter in beeld zo. Maar je ziet wat allemaal kan. Ik ben er heel blij mee. Volgens mij zie je mijn was ook nog ergens hier aan de zijkant. Je bent gewoon in mijn woonkamer, weet je wel. Hey, ik wens jullie heel veel haakplezier. En ik zie je graag terug bij tutorial nummer 501. Of bij een andere natuurlijk.